Het regent, alles is nat. Oh, sweet potato! Onderkin rap show. Hallo lieve mensen, tof dat je weer kijkt. Vandaag gaan wij een heel tof experiment doen, want wij gaan onvoorbereid buiten in de natuur slapen. Oh, dat klinkt echt iets als iets waar ik zin in heb. Wij hebben een samenwerking met Avogel en zij belden ons zojuist spontaan of wij bij hun een nacht in de tuinen willen gaan slapen. Zonder voorbereiding, we gaan dus ook binnen 5 minuten weg. Maar ik vind dat we misschien wel allebei 1 minuutje hebben om wat spullen bij elkaar te rapen. Oké. Okay. Ja? Oké, okay. Tijd gaat nu in. Okay. Zo, we zijn onderweg. We zijn er al bijna in het oosten van het land. Gelderland zijn we toch? Ja, toch? Dit is Gelderland. Ik ben in ieder geval verbaasd dat we überhaupt in Nederland zijn. Je moet rechtdoor op de rotonde. Ik ging niet door rood, het is niet gefilmd. Ik ben gewoon onze achtertuin, toch? Zo, hallo. Hallo. Hoi. Hallo Wilfred. Hoi. Ja. Ja, hartstikke leuk dat jullie er zijn, want ik heb begrepen dat jullie hier komen slapen. Ja! En dat lijkt me hartstikke leuk. Ik heb een heel leuk plekje voor jullie verzonnen. Dus als jullie willen, loop maar mee. Dan gaan we naar de slaapplek van jullie. Oké, ik denk dat Wilfred hier bedoelde. Ik denk dat we maar iets moeten gaan maken. Wat een expeditie, Rob, is al shit. Ja, iets maken dat we waarin we kunnen slapen. Oké. Oké, hier gaan we dus een tent maken, jongens. Echt, wish us luck, want... Ik kan dit helemaal niet. Ik kan dit ook niet. Waarom hebben we niet beter naar expeditie gekeken? 2 slaapzakken en een zakmes. Ik weet niet hoe lang het doof blijft, maar we gaan maar naar... Ja, we kunnen wel zeuren, maar... Van zeuren komt er zeker geen hut. Mouwen opstropen, schouders eronder. Gaan we mouwen of gaan we mouwen opstropen? Hè? Dat het niet gaat regenen, denk ik. Yep. Waar zijn alle bananenboombladeren als je ze nodig hebt? Maar echt, hè? Beste maar van maken! Tada! Schitterend. Nou, slaap lekker. Welkom bij Onderkin TV Outdoors. Ik ga nog even wat takken zoeken om het wat dichter te proberen te maken. Want het gaat zo niet werken natuurlijk. Ga ik even hier liggen. Waar zijn jullie mee bezig? Hoezo? Ja, nee, we hebben een specifiek plekje voor jullie gemaakt. Tussen de rode zonhoeden, de Echinacea planten. Dus je mag hier maar stoppen. Ja. Max. Ik ben al 2 uur bezig. Oké. Laat maar zien. Ja. Wauw. Dit is wel anders. Alrighty. Ik maak me ineens minder zorgen over de regen. Maar ik zie wel dat... dat is ons bed. Ja. Oké, het wordt dus nog wel een beetje overleven. Ja. Lekker rollenbollen tussen het stro straks, Max. Doe zo'n video. Hee. Alright. Alright, we gaan een bedje bouwen van stro. Heb je enig idee dat het werkt? Geen idee. Ik denk dat je deze nodig hebt. Oké. Okay. Niet weet jezelf. Hoe ik moet messen met we zeggen, niet jezelf in je achterhoofd steken. Dan, wat een lekker bedje. We hebben gewoon nog een nachtkastje ook. Jee. It's not the worst. Nee, dat. Laten we de slaapzakken er even bij pakken. Oh god, ja. Het was een druppel. Er valt soms een druppel water op je. Dat heb je met zo'n plastic koepel. Dit is prima. Beter dan die shit die we net gebouwd hadden. Ja, denk je? Iets. Kijk wat ik heb gevonden. Super survival, toch? Nice. Kunnen we iets van een soepie koken of zo?
soepie koken. Waarom lopen tussen de bloemen? Nou, zoals je natuurlijk al weet is dit een partnervideo met Avogel. En zij hebben gewoon zo'n tof verhaal dat wij ook graag willen vertellen. Wat je hier bijvoorbeeld ziet is Echinacea. En hey. Ja, ik kon het uitspreken voor het eerst in mijn leven. Echinacea gebruiken ze voor Echinavorst, denk ik het meest bekende product van Avogel. Naast de Herbamarije. En Echinavorst, dat is voor je weerstand. Ja, en van alle producten die Avogel heeft, het zijn er echt heel erg veel, wordt 70% komt uit deze tuinen. Gewoon hier in Nederland. Ja. Homegrown, yo. Het is dus fytotherapie en dan maak je dus gebruik van de werkstoffen van planten. Ja, ik kan praten opeens. Fytotherapie. Dit spul werkt, mensen! Ja, en de overige 30% van de planten die ze gebruiken... Zit die aan mijn schoen. Die wordt in het buitenland op ecologische wijze gemaakt. En dat komt alleen maar omdat die planten gewoon dan hier in Nederland niet kunnen groeien. Nee, ik krijg geen paspoort. Lukt niet. En onze baas doet dat wel. Dit is dus eigenlijk zo ongeveer, als ik het begrijp, 3/4 van Gelderland zijn tuinen van Avogel. Zoiets. En wij slapen tussen de bijtjes en de vlindertjes. Vlindertjes. Ja. Max, ik heb een beetje honger. Laten we wat gaan eten. Wat dan? Plantjes, denk ik. Ja, het etengedeelte had ik nog niet zo over nagedacht. En toen ik eenmaal een tent zag, dacht ik, oh, kom goed. Maar McDonald's? Ah, dit wordt kut. Oké, volgens mij is hier iets. Ja? We gaan Wilfred wel even vragen of we iets kunnen eten. Ja. Moet ik een konijn vangen? Wilfred, waar zijn we? Ja, we zijn hier in de Smultuin. Ja. Dus hier kun je van allerlei lekkere dingen uit die tuin halen. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, ga je gang en ga gewoon zoeken wat je lekker vindt. Oké. Okay. Eet smakelijk. Er wordt een raw vegan dieet dus. Zeker weten. Joepie. Forget all about the noise and pay no attention to the voices. Remember those happy days. Misschien leuk om te weten, die goudsbloemen kun je hier gewoon uit de tuin eten. Want ja, we oogsten hier gewoon ecologische planten. Dat wil dus zeggen dat we geen bestrijdingsmiddelen gebruiken en geen kunstmest. Dus allemaal puur natuur. En ja, eigenlijk hoef je het ook niet af te spoelen. Dus eet maar gewoon lekker. Ja, hij is heftig. Het is niet mijn favoriet, maar ik vind hem wel lekker. Blijft raar om planten te eten trouwens. Of zo Het zegt de halve vegan. Nee, maar een bloem. Oh. Wow, hoe wildlife ben jij dan? Kijk, er zit echt een mega beest op je. Mmm, protein. Oké, dit is onze lunch geworden. Een salade. En dit scheldt dit niet uit voor salade. Het is een salade. En een dessert van blauwe bessen. Nee, zwarte bessen. Houtje. Die zijn best lekker. Maar we zitten hier, het regent, alles is nat. Ik heb het koud. Alles is zuur. Ik heb trouwens alleen maar een korte broek bij me. Zo ja, dom wat dacht ben je? Ik. Ik heb gewoon geen lange broek meegenomen. Ik weet het niet, we hadden toch maar een minuut. Wat eet ik? Bieslook. Oké, eet smakelijk, Maxine. Dit zand smaakt best wel naar echt zand. Onbespoten organisch zand. We gaan ons avondeten bij elkaar sprokkelen. En ik geloof dat hier een kippenhok is. Hallo? Hallo! Ik denk dat ze iets van me willen. Ik heb echt nul chap. Lekker. We komen hier juist voor chap. Jongens, we komen jullie chap stelen, niet dat we... Oh, nou, daar vinden ze wel iets van, denk ik. Ik vind het een Mijn? Kukkelukku. Rietje. Oké, jongens. Wat gaan we doen? Voor het eerst in mijn leven ga ik een aardappel gooien. Mm-hmm. Ja. Ik leer allemaal nieuwe dingen hier gewoon. Oké. Hier erin prikken. Dit gaat al top. Het ziet er ook heel erg natuurlijk uit. Hey, aardappel. Ja? Hoppatee. First pieper. There we go. Skitterend. Top. Hoe weet je of een wortel klaar is om eruit te doen? Geen idee.
Moet ik de wortel om toestemming vragen? We wonen echt te lang in Amsterdam, denk ik. Hey! Dan heb ik hier, recht voor mijn neus, een ui. Noo! Top! Oké, we hebben eten, we hebben een pan. En hier moet nu nog vuur komen. Wow! Wow! Dude, je hebt al vuur! Het was 2 seconden. Op een schaal van 1 tot 10, hoe trots ben je op jezelf? Wel een 11, hoor. Hoe ben jij een brave keukenprinses? Toch eten, hè? En blijkbaar als ik de Deliveroo hier probeer, dan gebeurt er niks. Nee, heb je al gekeken? Ik dacht eigenlijk, misschien kunnen we nog wel vals spelen. Maar niks van dat. Gewoon aardappels, gewoon pieperschillen. Wat is het plan voor het eten? Laten we de mensen even meenemen in het plan voor het eten. Ze hebben allemaal dingen bij elkaar gezocht. Oké, het plan is. Ze zien ons van alles doen. We hebben eitjes gekookt. Dus, is potato. Is pieper. One potato, two potato, three potato, four. Black potato, red potato, sweet potato, more. I make the vodka, I make the stew. Oh, sweet potato. I love you. Oh mijn god, dit liedje. We gaan wel potato stew maken. Ja, oké. Vergeet even wat je net zag. Maar we gaan gewoon een watertje koken. Wat bouillon erin van Avogel. En dan wat piepers erbij. En wat wortels en uien. En dan gewoon een beetje een groente stew maken. Jam, jam. Wat doe je? Ah nee! Onze enige survival tool! Die breekt onze lepel in tweeën. Goddomme verse soep, jongens. Ja. Survival is hard werk, man. Onderkin rap show. Rap show. Het is bijna 10 uur. Ik wil een money game zeggen, maar dat kan je gewoon niet bedenken. Je bent blank. Het is bijna 10 uur en we gaan een omaatje beroven. Hey. We gaan wild spotten. Oh, ja. Misschien dat we wat rietjes zien. Hey, of uiltjes. Ik was niet zo enthousiast nu. Lekker camouflage pakje heb je aan, Max. Ja. Vooralsnog hebben we een hele mooie kat gezien. Maar nog geen rietjes. Nou jongens, dat was mijn dagje wel. Wij liggen nu in onze tent en gaan onze ogen sluiten. Het is bijna 11:30. Het is alweer eens wat anders dan een normale kantoordag. Lekker slapie. Lekker slapen. Het is 5 uur en we worden net gewekt door de tuinmannen. Die gaan aan het werk of we ze willen helpen. Yay! Zo, we hebben ons een beetje opgefrist en we gaan aan de slag. Alles wat je hier ziet aan plantjes hebben allemaal dus werkstoffen. En die worden gebruikt voor de producten. Alles wordt op zo'n duurzaam mogelijke manier gedaan. En dus ook heel erg veel met de hand geplukt. En dat is natuurlijk een heel nauwkeurig procesje wat moet gebeuren. We gaan eens even kijken. Ja, waarom moet dit nou zo vroeg, Wilfred? Ja, nou, ja, we oosten het gewoon vroeg omdat de werkstoffen in deze Echinacea plant, die zitten met name in de vroege ochtend in deze plant. Deze planten worden dus binnen 2 uur bij Avogel vers verwerkt in onze tinctuur. Ja. En dat houdt dus in dat onze productiemensen, die staan nu al te wachten op deze plant. Oh ja? Dus ik denk dat we gewoon door moeten gaan, want anders dan worden ze een beetje zenuwachtig bij ons in de fabriek. Oké. Zo, onze werkdag zit erop. En ja, het was misschien niet heel erg extreme survival, al met al. Ho. Ik heb vuur gemaakt en alles. Ja, oké. Nou, het geklaag van Max doet je misschien anders vermoeden, maar ja, er is uiteindelijk natuurlijk gewoon ook heel goed voor ons verzorgd door de mensen van Avogel. Heel erg bedankt daarvoor. Maar, weet je, ik heb wel al mijn eigen aardappels gerooid. En met de fucking spinnen op mijn kop ben ik in slaap gevallen.
In ieder geval echt zo tof om hier in de tuinen van Avogel te zijn geweest. En te zien met hoeveel zorg en liefde ze omgaan met de natuur. En daar ook hele mooie producten van maken natuurlijk. Ja. Dus Avogel heel erg bedankt. Jullie heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer. Doei!